Was daar alles. Vrije mensen. Eindelijk thuis. Wat een dag weer. Heftig. Wat een te gekke dag weer. Waarbij, ik heb nu mijn eigen uitnodiging gekregen. Want zoals ik al zei in het vorige filmpje, ik had gisteren die van mijn ma in de hand gestoken. En nu kan ik dadelijk die van mij branden. Kijk, ik heb de vlag. Hij hangt op de balkon. Dus iedereen wat me pakken wil, makkelijker kun je niet hebben. Nou, even het laatste filmpje over die ratten van Videre. Die Marcel V. en die ene weggooien op de Willem-Alexanderweg en zo. Dachten jullie nou echt dat ik niet wist dat jullie gisteren met mijn telefoon hebben liggen klooien op afstand? Dat is precies de reden omdat ik vandaag 3 uur rondjes heb gelopen. Met die zware rugzak en die jas om mijn rug. Precies daarom. En ik wist ook al dat je gevlucht was. Dat je waarschijnlijk niet meer was. Maar mooi is, ik weet waar je vriendin woont. Maar ik ben wel een man, tegenstelling tot jou, lafaard. Het feit dat je al bij je vriendin gaat zitten en niet eens een man bent en geld voor een hotel kunt regelen. Dat zeg ik al genoeg. En daarmee val je bij mij onder dezelfde categorie als pedofiel. Maar wees gerust, ik heb gezegd, ik doe je niks, maak je psychisch kapot. En ik ga je ook niks doen, direct. Of je moet voor me staan en kijken of je de ballen hebt om te vechten. Maar dat heb je niet. En dat tegen iemand die hartpatiënt is, en notabene ook waarschijnlijk nog 2 vingers heeft gebroken. Love rot hond. Maar ik weet waar je vriendin woont. En ik ga er niet naartoe. En ik weet dat je met mijn telefoon hebt gehouden en daarom heb ik die rondjes gelopen. En ik weet ook dat je vandaag de Wouter hebt gebeld. Ook dat weet ik. Daar heb ik geen communicatieapparatuur voor nodig. En wat je met mijn telefoon hebt gedaan gisteren, afstand, interesseert me geen fuck, ik heb dat ding niet nodig. Want de volgende keer, waarschijnlijk spoedig, heb ik geen communicatieapparatuur bij me. Niet. En nog iets, ik had er wel gehoord van een vliegtuig, maar ik zag gisteren pas het filmpje van Wuilsmeert. En jouw reactie, hoe je gelachen had dat op het moment dat het waterknop begon te spuiten, het vliegtuig met die banner daar van koud, hè, Videre, overheen ging. Zou je wat zeggen? Lach er maar nog om. Geniet er nog maar van. Want hetzelfde vliegtuig, precies hetzelfde, maar die maatschappij die is ook nog niet klaar. Hetzelfde vliegtuig, Zalo, het is eind mei nou. Zal het zijn volgende lockdown is, ik schat, september, zal je op dezelfde plek vliegen. Met waarschijnlijk de tekst, Videre is overleden of hebben het stoffelijk of het overschot gevonden of wat dan ook. Maar ik vertel je wel, diegene wat jou in banen valt, die vriend van mij, wat jou het zoeken waren, die 13 jongens bezig hadden, van een jonge leeftijd en jouw leeftijd. Die waren jou aan het zoeken en ik heb mijn telefoon is verbeurd verklaard bij justitie. Dus ik ben 270 telefoonnummers en adressen kwijt. Maar ik zal ze over 2 weken waarschijnlijk wel zien. En die ga ik wel het adres van jouw vriendin geven. En ik denk dat die wel aan de deur komen. Want diegene wat je ook de kakken hebt gesteld, en ik noem geen bedragen, maar die man is zo ontiegelijk rijk. Ja, die draait er zijn hand niet voor om 10 roodjes neer te leggen om jullie alle 3 op te weg te ruimen. Met jullie Videre collectief. En nog iets. Denk dat je binnen nu en 3 maanden je hut kwijt bent. Want ja, die eieren tegen het raam en de dingen de kapot slaan, die spiegel kapot slaan. Ja. Dat is, stel niks voor. Maar dat is het laatste filmpje, want... Dat is te veel aandacht, dat gun ik je niet. Maar je hebt met de verkeer gehouden en die andere van die club waar je problemen mee hebt, dat zijn pannenkoeken, die hebben 200 leden waar niet eens een motorrijbewijs hebben. Oh ja, een vriend van mij die vroeg nou, gewoon moet iemand, want ik kwam erachter dat we in Amersfoort ook nog een supportclub hebben. Wist ik niet, die vroeg, moet ik iemand meesturen? Ik zeg nee, ik ben een man, ik regel mijn dingen zelf. Alleen als ze met 2 zijn, dat is een ander verhaal. Maar ik ben een man van woon, ik heb je laatst gezegd, je kon een keer de verkeerde tegen, maar toen wist ik nog niet dat je mij te kak had gesteld. En een paar dagen daarna hoorde ik dat. Ja, en dat ik het dan nou ben, heb je dan pech mee. Maar ik ben een man van woon, ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe.
vecht met me, dan ben je een man. Dat durf je niet. Je valt onder dezelfde categorie bij mij als pedofielen. En je hebt zo ongelooflijk veel vijanden gemaakt in korte tijd. Maar jij niet alleen, die anderen ook. Nou, ik zeg, hetzelfde vliegtuig met die tekst, wat die tekst had, die zal op dezelfde plek vliegen. Met Fidelis verleden tijd. Denk september. Beetje. Globaal geschat. By the way nou, ik zei vandaag dat het 11 bolletjes waren betaalbaar. Het zijn er 10, maar dat is bij het occulte teken. Is, er staat het, dat bovenste bolletje, dat middelste bolletje. Dat staat een beetje omhoog. Vandaar mijn miscalculatie. Dat het er niet 11 zijn, maar 10. Ik had er een foto van, even kijken. Dus je weet het nou, Marcel V. De volgende keer heb ik niet mijn telefoon bij me. En dan weet je niet dat ik er ben. En nogmaals, ik doe je niks. Ik doe het op een andere manier. Kijk, dat is dat ook het teken van, nou, waar is je nou? Waar je hier? Kijk, van Talpa, dus dat God nam de G. En dan staat dat bovenste bolletje bij dat occulte teken, staat omhoog. Vandaar mijn misvatting. Maar goed, te veel aandacht nou voor die weggooien. Ik zeg ook, het is het laatste wat ik erover zeg. Want dat verdient hij niet, die aandacht. Daar geeft hij alleen maar op. Maar dat was dus de reden waarom ik 3 uur rondjes heb gelopen in Amersfoort. Ik denk, ik laat hem toch een beetje bang worden. Oh ja, kijk, we hebben trouwens jouw safe house gevonden. Kijk, het aandachtscentrum. Ja, het aandachtscentrum. Want het is wat je wil, aandacht, en dat geef ik je niet. Bij deze, het is het laatste filmpje. Maar je ziet, ik ben een man van mijn woord. En ik heb ballen. En je hebt geen idee hoeveel schietpartijen dat ik mee heb gemaakt. Zelfs met de politie heb ik 10 keer opgeschoten en hun teken om mij. Ga maar naar. Je bent zo goed aan computers, doe je ding. Maar ik zorg ervoor dat het verleden tijd is. Ik hou aan mijn woord. Fuck jullie.